Goedemiddag allemaal. Ja, zoals jullie weten ben ik geopereerd aan mijn hart, onlangs. Maar de operatie is goed gegaan en het is nu een kwestie van aansterken weer. Revalideren noemen ze dat met een prachtig woord. Moet het nog even rustig aandoen, maar ook steeds meer bewegen, een beetje sporten en allemaal dat soort dingen. Mooi dat ik jullie op deze manier kan toespreken, want ja, zo'n toespraakje, dat wil ik natuurlijk niet missen. We kunnen terugkijken op een heel goed resultaat, op een heel goed bigajaar, waarin we niet hebben stilgezeten. Weer veel nieuwe collega's in de groen begonnen en sommigen hadden dat nooit van zichzelf gedacht. Ik bijvoorbeeld ook niet. En er zijn ook weer anderen die na jarenlang binnen te hebben gewerkt, nu werken in een detacheringsbaan en het daar hartstikke naar hun zin hebben. En we kennen natuurlijk ook allemaal de mensen die soms al jarenlang in een detachering buiten werken. We hebben het afgelopen jaar ook weer veel in de krant gestaan. We hebben veel positieve publiciteit gehad. We hebben voor de schoonmaak weer heel veel nieuwe en grote offertes uitgebracht. En we hopen dat dat natuurlijk weer het nodige, interessante werk gaat opleveren voor het komende jaar. Want dat kunnen we dan ook wel weer goed gebruiken. Er zijn ook weer heel veel nieuwe collega's die ons team hebben versterkt. Er wordt druk gewerkt aan de nieuwe website. Het verfwerk van ons pand, dat zorgt weer voor een frisse uitstraling. En ook dit jaar hebben we weer opvallend veel bezoek gehad, rondleidingen gegeven. En de mensen waren allemaal positief en verrast over de mogelijkheden die de Biga heeft. De samenwerking met het UWV, de sociale dienst, met de andere sociale werkbedrijven in de regio, zijn allemaal steeds intensiever geworden. Die samenwerking is ook sterk verbeterd en dat gaat heel goed. We zijn nieuwe trajecten gaan doen voor mensen met behoud van uitkering. Zullen we ook in het komende jaar, zullen we daar weer veel van gaan doen. Op kantoor zijn ook weer veel nieuwe collega's begonnen. Of zijn verhuisd, of zijn andere dingen gaan doen. Ook daar is alles in beweging. We gaan ervan uit dat als gemeentes in 2016 ook weer aandeelhouder worden. Dat we een heel goed gevuld werkpakket van de gemeente zullen krijgen. En dat we daar met z'n allen weer ons steentje aan bij zullen dragen. En dan nu van werkpakket naar kerstpakket. We hebben een heel goed jaar gehad, een goed resultaat gehaald. En daar wil ik jou van harte voor bedanken. Daarom ook een mooi gevuld kerstpakket en de bekende bon, dik verdiend. Hele fijne feestdagen en een heel goed 2016. Mensen, bedankt voor de inzet. En ook nog, als ik naar die kaarten kijk, met al die namen die erop staan, het heeft me heel veel goed gedaan. Dank jullie wel. Ik hoop jullie in gezondheid volgend jaar weer te mogen ontmoeten. Tot dan. Jolly Christmas this year.